Oké, jongens. Lucas, Rick en ik hebben vandaag echt een geniale dag gehad. We hebben vandaag echt super gevangen. En misschien zijn er zelfs wel een paar PR'tjes verbroken. Dit is zeg maar de intro. En voor de rest hebben wij nog maar één dingetje te zeggen. Dat is enjoy en keep fishing. Later. Later. Deze Hornet is serieus net nieuw, eergisteren gekocht. En hij gooit hem tegen een paal en hij is gewoon helemaal verrot. Ja. Teringlaaien, dat wordt dokken, jongen. Dit is hoger dan ik dacht. Rustig, rustig, rustig. Hey, je hebt het geluk dat ik zo lenig ben. Als die baas nou even meewerkt. Dit is wel echt ruk, hé. Ik kom er gewoon net niet bij, hè. Oh, op de vroege morgen en dan al zo lenig allemaal. We zijn dus nog niet eens op de rivier en we hebben al een dikke baars. We staan op Rick te wachten. We moeten straks hier door de sluis. Ik denk ik gooi even de sluis in met een hoornetje. En zo, dit is echt een mooie baars gewoon, joh. Ik schat hem wel op 35, 40 eigenlijk, hoor. Hij is donker, jongen. Formaat baars gaan we vandaag op de rivier denk ik nog wel 20 van vangen. Dus ondanks dat ik hem echt prachtig vind, dat zwart met die rode vinnen, mag hij terug. Waar had je hem nou op dan? Ja, dat gekke. Zie je dat hij helemaal niet bang is voor zo'n klein jetje? Of zo'n grote jet? Inderdaad. Oh. En hij heeft gewoon weer vis. Vent, jongen. En niet normaal. En weer hetzelfde formaat. Weer zo'n kleintje, wat is dit nou weer? Ja, dat zijn die schooltjes, joh. Die leggen altijd een beetje op die diepte. Niet bang voor die jets, hè? Nee, echt niet, hè? Oh. Dat chatje is gewoon de helft van die stoelbaars. Gek, hè? Ah, nee. Dit zijn echt kleintjes, man. Maar die liggen allemaal op dat diepe water, liggen allemaal die kleintjes. Ja. Deze auto kan van 8,70 meter af. Hoeveel? 8,70 meter. Ja. Die heeft hem nog goed geramd, jongen. Ja. Maar... op de vlot. Weer zo'n visje. Het is een monster. Fuck. Hey. Dat is handig. Oh. We'll be right back.
Hij heeft niet gefilmd. Nee. Meen je dit? 73. Die, nice. Die filmknop die doet elke keer niet. Heeft hij niks gefilmd? Nou jongens, dikke bak van een roofvlei. De camera, we waren kuurtjes mee, dus we hebben de drill er niet op. En dat is jammer, want het was echt een ziekelijke drill. 73 of 74, ik weet niet. 73. 73. Ja, echt lekker hoor. Tijdens de trollen op een Hornet. Lekker, hier ga ik een foto van wel. Hier wel van. Je ziet er daar als gek van door. Zou je denken. Hij is dood, niet gek. Nee hoor. Hoppa. Weg. Hoppa. Kaboom. Kaboom. Nou, we wouden even verkassen naar een ander stekkie, maar toch maar teruggetrold nog. En Rick die krijgt een beuk op zijn trolhengel in de steun. Wat denk je dat het is? Hoe ver is het te missen, jongen? Ik weet niet wat het is. Hij heeft aardewachtgewicht bij hem, dus hier kijk. Ik denk boomstamsnoek. Ja, het is wel log in ieder geval. Zou dit een rivierbak zijn, jongens? Het is gewoon zo leuk, je weet nooit. Hoeveel keer zijn we nou? Een keer of vijf heen en weer gegaan of zo? Ja, precies. En er is echt al van alles vanaf gekomen. Roofvlei, snoekbaars. Echt alles. Kijk eens. Hoppa, snoek. 1-10 ja? of zo. Ja? What the fuck? Dat is echt een 1-10. Wat? Nu gaat deze richting de 1-15. 1-20, kijk eens. Wat? Zo! Zo, kijk hoe die er overheen is gegaan. Kijk. Wow. Lekker. Ik hoop dat hij de 1.20 gaat passeren. Ah, mis! Ik weet het niet. Hij gaat, what hij the klaar. Fuck, jongen! Vol eroverheen. Ik zeg nog, hij heeft gewicht als het komt. Ik zei toch, dit is al een snoek zijn. Man. What the fuck? Hier zo. Ik ga niks doen, hè. Ik moet gewoon weten hoe groot hij is. Rickert, jongen! Atje. Wat is je PR? 1.21. Oh god. Shit! Oh, fuck, landde dat ding. Gelijk binnen de boot halen. Wat? Snel, naar binnen, naar binnen. Zo, dat is een echte snoep. Oh. Gewoon vasthouden, gewoon vasthouden die raket. Hij is los gewoon. Wat? Nee, maat. 1,13 meter, jongen. 1,13 meter ook. We zijn eruit, 1,13 meter. 1,13 meter. Weer een mooie bak van de rivier. Kijk hoe prachtig getekend ze zijn. En kijk hoe dik. Ze zitten nog in de zomer. Nu kijken. Gewoon snoek op wintergewicht. Ik had hem groter geschat in het water. Ik ook. Maar kijk, die van jou die was iets minder massief. Ja. Deze is echt log. Deze is echt wel, deze is wel een stukje zwaarder. Ja. Hoppa. Hoppa. Rick, jongen. Boom. Kaboom. Yeah. Atje. Hoppa! Ik moet echt even dat kut op de blauwe plugje naar Scheveningen. Hey, doe nou even normaal. Hey. Wat is de kut? Ja, ik had zo'n blauw plugje waar ik mijn PR snoekbaars net op ving. En die loopt door die snoekbaars, loopt hij naar scheef. Wat een troep. Maar nou vang ik niks meer. Wij noemen dat gewoon kutkwaliteit. Oh, is dat zo? Ja, helemaal heb ik toch? Ja. Kijk, kan dat rivierroofvlei ophalen. Die van Hugo's. Snoekbaars, hij heeft een nieuw PR, kijk. Ja. Oh ja, snoekbaars. Hij heeft een nieuw PR snoekbaars tegenover. Zo, waar zit die plug? Oh, best wel licht. Dat is een 70. Ja, is goed. Ik doe even het bootje naar achter, hoor, anders gaat het niet. Oh, dit wordt wel een spannende meter voor jou, hoor. Gaat hij halen of gaat hij niet halen? Ah, ik ben benieuwd. Dat is zo'n plugje, hè? Zo'n plugje gewoon. Nou, het moment voor Hugo, want ze zijn PR snoekbaars. Hij wordt wel herinnerd aan die snoekbaars hier gewoon. Zijn PR snoekbaars is 66. Daar gaan we naartoe. Houd hem er eens bij. Dan gaan we nu naar 69. 69? Ja. Hopsta. Boom. Mooi vis, man. Daar gaat hij. Dan is vis. We draaien ook een beetje, hè. Ja, het is vis. Ja? Ja. Zag die hengel prop slaan. Zo.
Hij komt er al aan. Hij doet weinig, is het wel? Ja, hij doet nou. Heel weinig. Komt daar een pluk vuil boven, nou dan... Nee, dit is echt vis. Ja. Oh, ja hoor! Zo! Nou? Nee, het is geen meter denk ik, man. 90. Rick, we hebben je nodig. Ik weet niet, mensen allemaal kijken. Dat hou ik van. Alsof ze nog nooit een vis hebben gezien. Nee, maar als je mij zo hoort gillen, zo wel. Zo! Zo! Ja! Lekker, Lucas. Hij is een mooi gehaakt. Met een hornetje, hè? Ja, wat de fuck, wat bizar ook, hè? De snoeken gaan helemaal los vandaag of zo. Het water is helder, jongen. Als... Ik dacht dat ik vast zat weer, hè? Wat de fuck, joh? Gung. Oh, zo. Gelukkig geen dreiging met nou. Scheelde vrij weinig, hè? Sterk. Pas op dat je hengel niet op die rand komt, hè? Te breed die. Gruwelijk, hè, die rivier. Zo, dat is niet normaal. Als je zo'n vis in de polder hebt, heb je in 2 minuten op de kant. Ja. Nee, dat is echt zo, jongen. Het mooi zou ook zijn, hè? Wafstaart! Vasthouden. Goed zo! Hoppa! Ook toch niet? Nee. Nee, hier zie je, hè? Ik dacht al, gewoon een mooie 80. Nou? 91. 92 zelfs. Nou, dat is ook een mooie vis. Hoppa! Ook ik moet eraan geloven. Ik verspeelde net al een vis waarvan ik bijna zeker weet dat het snoek was. Maar nou gewoon weer op een 5 centimeter Salmo Hornet. 92 centimeter dikke rivierbuffel met een beste pens eronder. Nou, een paar mooie foto's. Zo, nou, je hebt er zin in. Nummer 32. Het formaat is werkelijk wel ongelooflijk. Niet normaal, wat een bakken. En dat vang je gewoon trollend op een plug. Ik snap er helemaal niks meer van. Hij molt hem ook gewoon met die berenhanden van. Ja, ik probeer voorzichtig te doen, man. Zo. Nog netjes onthaakt ook. Kijk, dat is de toekomst. Hoppa. Dat is gewoon de toekomst. Hey, ja. Hangen! Ja? Hey. Boom! Op film, jongen! Hier, kun jij even filmen? Ik wil even mijn eigen binnen draaien, ja. Dat is goed. Weer een baas. Ik heb vers tijdens het binnendraaien. Ja. Wat? Mooi in de rok, hè? Tijdens het binnendraaien, hè? Zo dan! Dubbelen! Dubbel! Zo doen we dat. Het is gewoon een rivierdonderpadje wat al half verteerd is. Wacht even. Wel scherp stellen. Ik heb nog onderlijnen nog. Wacht even, ik ga even je plug krabbelen. Ja, ik film Hugo even. Hier kan wel eens een boomstamsnoek ook omhoog komen, jongen. Hugo, jongen, dit zou je PR wel eens kunnen wezen. Ja, ja nee, dit is... Ik denk dat het een PR is. Ja, dit is je PR. Rustig, Rick landt. En als Rick gaat landen, dan komt het goed. Een snoek. Dit is echt een hele dikke... Snoek! Dit is echt een prachtige vis. Mooi getekend. Ja! Ja! Een kleintje. Een kleintje. Als niks. Nee, hij gaat het niet redden. Nee, wacht. Zo. Tegen het kantje aan, hè? Niet sprokkelen. 97. Is die nou echt met 1 centimeter eroverheen of? Nee, 3 centimeter toch? Ja, 3. Wel een nieuw PR, Hugo. Wel een nieuw PR. En een dikke rivierbak.
97. Net weer geen meter, hoor. Net geen meter, maar gewoon de vis na die dikke 1.13 van Rick hier achter me. Zo, wat een bak. Helemaal goud. Hij is echt super mooi. Totaal anders dan jouw vis, hè? Ja. Gekleurd. Echt niet normaal. Echt tof, ja. Yes. Gefeliciteerd, jongen. PR'tje, jongen. Die jongen, zijn dag kan niet meer stuk, denk ik. Maar jammer dat hij nou net weer die meter niet haalt, jongen. We zijn massief gebouwd, hè, op de rivier. Maar ook wat een power, hè? Dat is wat anders dan in die stadswatertjes. Nou, het zijn gewoon echt groot watersnoeken. En vooral omdat je al met lichte materiaal vist, dan wordt een jerkbait stok, hè, van dubbele sport. Is hij er nog een beetje zin in, of niet? Hij is natuurlijk super tijd gedrild, hè, hier. Hij wil wel. Hopper de plop! Kaboom! Kaboom!